Tim Welles, je staat momenteel 11e op 26 seconden van Almeida. Trek je vandaag al in de aanval of ga je nog wachten tot de komende 2 dagen om jouw slag te slaan? Ik hoop dat ik vandaag al mijn slag kan slaan natuurlijk. Het probleem is dat iedereen dat hoopt. Dus vandaag is een bekende aankomst in de Ronde van Polen. De laatste 4 kilometer zijn lastig, maar niet zo lastig. Dus misschien gebeurt er daarvoor iets, we zullen zien. Wat is jouw plannetje vandaag? Hangt er vanaf, als er actie gebeurt op 18 kilometer van het einde, dan let ik zeker en vast op. Maar anderzijds zal de laatste klim gebeuren. Bahrein Victorious en de Koning Quick. Bahrein Victorious en de Koning Quick. Bahrein Victorious en de Koning Quickstep hebben elk 2 renners in de top 6 staan. Denk jij dat jij daarvan kan profiteren van dat steekspel? Laat het hopen. Dan is het belangrijk om mee te zijn met iemand van Bahrein of Quickstep, zodat hun ploegmaat kunnen afstoppen achterin. Maar ja, voor hun is dat zeker een voordeel dat ze met 2 zijn. Vandaag zal waarschijnlijk Dylan Teuns ook iets proberen. Gaan jullie voor een Limburgse alliantie? Dat zou leuk zijn. Ik zal eens afspreken met Dylan. Nee, Dylan heeft sowieso dezelfde ambities als mij, dus misschien kunnen we de handen in elkaar slaan. Veel succes vandaag. Dank u, alsjeblieft.